Welkom bij weer een les van de Economiecoach en deze les gaat over de netto winstopslagmethode. Onderdeel van financiële overzichten en een onderdeel van management en organisatie. Een voorbeeld. Een ondernemer heeft een product ingekocht voor 4 euro. En zij moet, rekening houdend met alle bijkomende kosten, een verkoopprijs bepalen. Die haar ook nog enige winst oplevert per product. Nou, de meest eenvoudige manier is een opslag op de inkoopprijs, die is in dit geval 4, die alle kosten per product dekt, plus nog een stukje extra winstmarge oplevert. Voorbeeld, de inkoopprijs is 4 en daar doen wij 150% opslag bovenop, dat is dus 6, en dan heb ik een verkoopprijs van 10. En dat betekent dus dat die 150% opslag daarin zitten alle overige kosten verwerkt, behalve dan de inkoopprijs, maar alle overige kosten zitten daarin verwerkt, plus daar zit ook nog dat stukje extra netto winst in. Probleem alleen is, als ik het op die eenvoudige manier doe, dat ik geen inzicht heb in wie allemaal verantwoordelijk is voor welke kosten. Want die kosten bestaan bijvoorbeeld uit inkoopkosten, dat is de verantwoordelijkheid voor de inkoopafdeling. Overheadkosten, bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor een algemene afdeling. Verkoopkosten, bijvoorbeeld verantwoordelijkheid ligt bij de verkoopafdeling of bij de verkoopmanager. En nu weet ik het niet. Nu weet ik niet of de inkoopafdeling het heel goed heeft gedaan, achteraf. Of dat de algemene afdeling ver over de kosten zijn gegaan die ze eigenlijk hadden mogen maken. Ik heb geen enkel inzicht. Vandaar dat de netto winstopslagmethode is bedacht en die gaat dat inzicht wel geven. Een voorbeeld. Ik heb een schema gemaakt waarin alle verschillende opslagen voor alle verschillende kosten weergegeven zijn. Nou, hier beginnen we met weer een inkoopprijs van 4 euro en een opslag voor de inkoopkosten van 25%. Hoe kom ik nou aan die 25%? Nou, als voorbeeld zou het kunnen zijn dat je in het verleden hebt gezien, als ik 10.000 stuks verkoop, dan blijkt dat de inkoopwaarde daarvan zo'n beetje rond de gemiddeld 40.000 ligt. Dat betekent dus 4 euro per stuk. En als ik dan inkoopkosten maak, blijkt dat altijd zo'n beetje rond de 10.000 te hangen voor die 10.000 stuks. Met andere woorden, dat is dus 25% van de inkoopwaarde. Of als je het als één product ziet, dan is het 4 voor de inkoopprijs en 1 voor de inkoopkosten, 25% nog steeds. Nou, die twee bij elkaar noem ik de vaste verrekenprijs. En als ik dan kijk naar de overheadkosten, blijken die dan weer zo'n beetje 20.000 te zijn, wat 40% is van de vaste verrekenprijs. En zo kom ik op een kostprijs in zijn totaliteit bij 10.000 stuks van 70.000. Dus meestal is het zo dat in het verleden bleek, en ik verwacht dat het nu weer zoiets wordt dit jaar. En op basis daarvan wordt zo'n voorcalculatie gedaan. Nou, nogmaals het rijtje hier. We beginnen met een inkoopprijs van 4, een opslag van 25% uit het verleden gezien, of dat verwachten we dit jaar. En dan krijg ik een opslag van 25% is dan 1 euro per stuk voor de inkoopkosten. Wat belangrijk is om te zien, is dat ik hier een opslag voor de inkoopkosten heb genomen van 25% van de inkoopprijs. Dat betekent dus dat de inkoopprijs is 100%. 25% daarvan is in dit geval 1. En de vaste verrekenprijs wordt 125%. Bij elkaar opgeteld is 5. Maar het is niet altijd zo dat ik een opslag neem van de inkoopprijs, want ik zou ook 25% van de vaste verrekenprijs kunnen nemen. En dan moet je even een andere berekening maken, want de vaste verrekenprijs, die weet ik in eerste instantie niet. Ik weet alleen maar de inkoopprijs. Voorbeeldje hier. En die inkoopprijs is 4. Maar wat ik wel weet is dat als ik 25% van de vaste verrekenprijs neem, dan is die vaste verrekenprijs dus 100%. Daar neem ik 25% van.
En uiteindelijk kan ik het dan berekenen omdat ik dan weet dat 75% is dan de inkoopprijs. 4 euro is 75%. Oh, maar nu kan ik uitrekenen wat 1% is en uiteindelijk wat 100% is en wat 25% is. Want ik deel 4 door 75. Ik doe dat keer 25 voor de inkoopkosten om de opslag te bepalen. En ik doe dat keer 100 om uiteindelijk de vaste verrekenprijs te bekijken. En waar kom ik dan op uit? 4 gedeeld door 75 keer 100 is 5,33. 4 gedeeld door 75 keer 25 is 1,33. Zie je dus dat het een ander plaatje wordt als wat we in eerste instantie hadden. Dus het is heel belangrijk dat je opmerkt, de opslag is een percentage van wat? Is het van de inkoopprijs, dan is de inkoopprijs 100%. Is het van de vaste verrekenprijs, dan is de vaste verrekenprijs 100%. En zo kan ik het uitrekenen. Nou, gaan we door. Wij nemen nu dus een opslag van 25% over de inkoopprijs. Ik heb hier inkoopwaarde staan, als je alle producten in zijn totaliteit neemt. Maar van de inkoopprijs is 1. De vaste verrekenprijs wordt 5. En dan ga ik verder naar de opslag voor de overheadkosten van 40% van de vaste verrekenprijs. Oh, dan is de vaste verrekenprijs dus 100%. Daar neem ik 40% van. En uiteindelijk wordt mijn kostprijs, wat het in zijn totaliteit kost, wordt dan 140%. Kom ik uit dus op 40% van 5 is 2. En 140% is 5 plus 2 is 7. Mag ik ook nog even uitrekenen een opslag voor de netto winst? Want ik wil er toch wel 50% van de kostprijs aan overhouden. 50% in dit geval is natuurlijk de kostprijs weer 100%. Want daar neem ik het van. 50% van 7 is 3,50. En uiteindelijk wordt mijn verkoopprijs 10,50. Dit zijn allemaal cijfers die ik vooraf bepaal. Ik verwacht dat dit het geval zal zijn het komende jaar, de komende periode. En daar ga ik dus vanuit in mijn voorcalculatie. Gebaseerd op, in dit geval, 10.000 stuks. Want dat heb ik als uitgangspunt genomen. Met andere woorden, de inkoper die zou best voor die 10.000 40.000 uit mogen geven. 4 keer 10.000 is 40.000 zou die uit mogen geven. En dat wordt ook verwacht. Dat hij 40.000 gaat uitgeven. Omdat je uitgaat van 10.000 stuks die straks verkocht worden. En hij mag voor de kosten van de inkoop 10.000 keer 1 is best 10.000 euro mogen gebruiken. Nou, en uiteindelijk de overheadkosten, de algemene afdeling die de overheadkosten zullen maken, die mogen dus 10.000 keer 2 is 20.000. Dat is de verwachting dat ze zullen gaan gebruiken. En de winst, de netto winst, zal waarschijnlijk worden bij 10.000 stuks. 10.000 keer 3,50 is 35.000. Nu hebben we één kolom. En ik stel voor, dit is de voorcalculatie op basis van 10.000 stuks, dat wij 4 kolommen gaan maken om uiteindelijk te kunnen bepalen of een bepaalde afdeling het goed heeft gedaan of niet goed heeft gedaan. De tweede kolom invullen, namelijk. Het blijkt dat niet 10.000 stuks verkocht worden, maar 15.000 stuks. En ja, dan mag je als inkoper, waar je normaal gesproken bij 10.000 stuks 40.000 mag uitgeven, ja, bij 15.000 stuks mag je natuurlijk 15.000 keer 4 is 60.000 uitgeven. Dus dat wordt het budget voor het inkopen van de spullen. En voor de inkoopkosten, ja, in dit geval mag je natuurlijk 15.000 keer 1 is 15.000 uitgeven. Dat zijn de toegestaande kosten. Het budget of de toegestaande kosten voor, in dit geval, de inkoopafdeling. Die mogen dit uitgeven. Als ze dit uitgeven, hebben ze het gewoon netjes gedaan. Zitten ze eronder, hebben ze uiteindelijk minder uitgegeven dan dit. Ja, dan hebben ze het heel goed gedaan. Geven ze veel meer dan dit uit, dan hebben ze het niet zo goed gedaan. Dan hebben ze het slecht gedaan. Nou, hetzelfde geldt voor de algemene afdeling die de overheadkosten maakt. Die mogen natuurlijk de toegestaande kosten of het budget
is 15.000 keer 2 is 30.000. En wat ik verwacht op basis van die 15.000 stuks, is dat ik 15.000 keer 350, de winstopslag, is 52.500 winst ga maken. En dat noemen we het gerealiseerde verkoopresultaat. Of het daadwerkelijk zoveel winst zal zijn, is natuurlijk afhankelijk hoe goed de verschillende afdelingen het hebben gedaan. Vandaar dat we gaan doorgaan naar de, dit is de tweede kolom, naar de derde kolom. Daarin gaan we kijken wat de werkelijke kosten zijn. En je ziet al meteen, oh, de inkoopprijs was 4 bij 15.000 stuks. Zijn de toegestane kosten 60.000. Maar in werkelijkheid worden er maar 59.250 kosten gemaakt. Dus je kan meteen al zien dat de inkoopdeling op dat vlak het goed heeft gedaan. Komen we straks bij de vierde kolom op terug. De inkoopkosten die hadden mogen zijn 15.000 en die zijn in werkelijkheid 15.500. Dus daar is het net even iets minder gegaan. Voor de algemene afdeling zijn de overheadkosten mochten zijn 30.000, maar blijken uiteindelijk te zijn 40.000. Met andere woorden, ze hebben 10.000 euro te veel aan kosten gemaakt. Dus dit zou wel eens een probleem kunnen zijn voor straks de algemene afdeling manager. Nou, en de gerealiseerde verkoopresultaat blijft gewoon hetzelfde. We gaan nu kijken wat de verschillen zijn. En dat noemen we het resultaat op het budget. Dit was het budget, dit is het werkelijke, ja. En hier zie je al dat bij het inkopen zelf 57 gewonnen is. Dus dat is een positief resultaat. Is beter gegaan dan verwacht. Dit hadden ze mogen uitgeven en ze hebben maar dit uitgegeven. Maar bij de inkoopkosten is er iets meer uitgegeven dan eigenlijk had gemogen. Dus dat is een negatief resultaat van 500. En bij de overhead, bij de algemene afdeling en de overheadkosten, ja, is 10.000 te veel uitgegeven. Dit had eigenlijk verwacht geweest. Dit had het budget geweest, de toegestane kosten. Maar het is veel meer geworden. Dus 10.000 is er te veel uitgegeven. En als je dat bij elkaar optelt, kom je uiteindelijk op het budgetresultaat van min 9.750. Nou, als alles goed was gegaan volgens het boekje, dan was dit de netto winst. Maar helaas is het niet helemaal goed gegaan. En zul je dit ervan af moeten trekken om uiteindelijk de winst over te houden. Zoals je ziet, het gerealiseerde verkoopresultaat min het budgetresultaat is de werkelijke netto winst. Dus de gerealiseerde netto winst is 52.500 min 9.750 is 42.750. En in dit geval zal de directie zeggen tegen de inkoopafdeling of de inkoopmanager: nou, helemaal niet goed, niet slecht gedaan. Hè? Je hebt zelfs 250 euro verdiend voor ons, want je hebt minder uitgegeven dan de bedoeling. En dan zal tegen de manager van de algemene afdeling zeggen van: nou, ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat moet je voor het volgende jaar wel even recht trekken. Want je hebt 10.000 te veel uitgegeven en dat is een behoorlijk bedrag. We kunnen ook nog even kijken, want dit hebben we dus gedaan met de cijfers die we net allemaal neergezet hebben. Met het verkoopresultaat en het budgetresultaat. Maar we kunnen ook naar de werkelijke cijfers kijken, ook kijken of het nog allemaal overeen komt. Dan pakken we de omzet min alle kosten. Dat is natuurlijk je netto winst. En in dit geval is het 15.000 stuks keer de verkoopprijs van 10,50 is 157.500. Er is in werkelijkheid uitgegeven aan inkopen 59.250, aan inkoopkosten 15.500 en aan algemene kosten of overheadkosten 40.000. Tel je die bij elkaar op en trek je die van de omzet af, dan hou je een netto winst over van 42.750. En dat komt natuurlijk exact overeen met de eerdere berekening. Zorg in ieder geval dat je deze vier kolommen op een rijtje hebt, dat je heel duidelijk die voorcalculatie kunt maken
En de rest kun je zo invullen. En elke vraag die hierover gesteld wordt, kun je makkelijk aflezen uit dit overzicht. Zijn er nog vragen? Dan hoor ik het wel. Veel succes!